De garderobe is verplicht, meneer. Ja, geeft u maar hier, hoor. Uw jas, zo, en uw hoed. Oh, wat ruikt uw jas lekker, meneer. Ja, ik heb een fijne neus, ziet u. Ja, dat komt zo. Ik ben u nou uw bonnetje kwijt? En ik geef het u net. Net geef ik het u. Nou, zoek u maar op uw gemak, hoor. Nou, dat komt zo. Mijn andere dochter is op kantoor, hè? En op een keer komt ze thuis en ik ruik zo als ander en ze ruikt zo duur, weet u wel. Dame, u gaat in de heren. Ze gaan altijd in de heren, hè? Net of ze niet kunnen lezen. Nou, ze ruikt zo fijn en ik zeg... Zeg, dat is zwaar de Champs-Élysées. Jazeker, want ik ken mijn parfums. En ze zegt, ja, moe, dat heb ik gekocht. Maar ik kijk er eens even in de kast. En wat zie ik? Van dat ondergoed. Van dat nylon babydol ondergoed. En een kanten négligé. En ik denk, past u op topstapje, dame? Ik denk, ze verdient wel goed, denk ik. Maar toch niet genoeg voor babydollen en voor zwaarde Champs-Élysées. Nee. En ik denk, de eer van een meisje is teer, wat u, meneer. Dus ik zeg tegen mijn dochter, ik zeg, doe te drukker het niet, dame. Dan moet u er met de vlakke hand op slaan. Zo, ja. Ja, ja. Ik zeg tegen mijn dochter, ik zeg, nou, je schijnt het nogal goed te kunnen doen, hè? Babydollen en zwaarde Champs-Élysées. En ze zegt, ja, moe. En ik zeg, kind, denk om je zuiverheid. En ze zegt, ja, moe. Nou, 2 dagen later zie ik hier in de zaak een damesblad. En ik blader het even door. En er was een advertentie in van BH's, met permissie. Met een fotoafbeelding. En ik kijk, meneer. En het was alsof er een koude hand in mijn boezem greep. Want wat denkt u? Nou, wat denkt u? Mijn dochter. Mijn dochter met haar oksels naar boven. In een BH en een step-in. Of dat heet nou foundation. Nou, en eronder staat Sweet 16 Cup A 15,75 gulden. Nou, ik voelde gewoon de grond onder me wegzinken, meneer. Ik ga naar dat kantoor waar ze zit. En ik duw dat damesblad onder haar neus en ik roep... Sweet 16, roep ik. Cup A, roep ik. En ze zegt, moe, het is niks hoor, moe. Het is een eerlijke bijverdienste. Ik ben fotomodel. En ik zeg, fotodel zou je bedoelen. Nou, zo sta ik te schreeuwen, hè, op dat kantoor. En de chef komt erbij. En die zegt, alsjeblieft, mevrouw, hier niet. Nou ja, maar ik was er alles heen, hè. Was die regenjas van u, meneer, met die vuile voering? Oh. Nou, ik heb er mee gesleurd naar huis. En ik zeg, dat had je pa nou eens moeten zien, hè, dat jij voor heel Nederland in je ondergoed staat. Ja, het is toch maar een foto, zegt ze moe. Maar ik zeg, ja, voor de fotograaf, hij had toch zeker maar in het huis zo moeten staan. En dat is een man, wel of niet? Nou, de tijden zijn wel veranderd, zeg ik. Maar één ding is niet veranderd. De toiletten, mevrouw, deze kant. Maar één ding is niet veranderd, zeg ik, en dat is de begeerte van de man. Nou, kort en goed, ik ben naar die fotograaf toegestapt, hè, en ik heb gezegd, boh, meneer. Nou, ik zei het gewoon vlak in zijn gezicht, hè, meneer, boh. Mijn dochter mag er geen schaamte hebben, zeg ik, maar ik heb mijn schaamte, meneer, boh, zei ik nog eens. Maar wat bleek toen? Het bleek dat die fotograaf een heer was. Nou, u zal het niet geloven, maar hij was een heer. Helemaal geen kerel en helemaal geen loes type, maar een inkeurig persoon. U weet wel, zo zacht, weet u niet. Innerlijk beschaafd en uiterlijk ook zacht. Nou, en weet u wat hij zei? Hij zei dat het beroep van fotomodel een zeer correct beroep is. Nou ja, een beroep met ups en met downs. Nou ja, maar een beroep waar je toch zekere capaciteiten voor moet hebben. Nou, en mijn dochter hebt die nou toevallig. Het gaat helemaal niet om de buste, zegt hij. Het gaat om de capaciteiten als model, zegt hij. Wees u maar trots op uw dochter, zegt hij. Nou, dat ben ik dan sindsdien, hè? Nee, moet u eens horen. Mijn buurvrouw, mevrouw Konijn, die komt naar me toe en die zegt...
Ik heb uw dochter in het damesblad zien staan, zegt ze. Nou, dat is ook een manier van carrière maken, zegt ze zo vuil, hè. En ik zeg, ja, mevrouw Konijn, ze hebt er de capaciteiten voor, hè. En ze zegt, nou, ik zou niet graag willen dat mijn Corrie er zo bij stond in het damesblad, zegt ze, met cup A. Nou is die Corrie van haar je zo dik, hè. Dus ik zeg, nee mevrouw Konijn, nee. Er is alleen maar cup A en cup B. En ze gaan er niet tot cup Z, hè. Dus, voor uw Corrie is het niks, hè. Heb u nou uw bonnetje nog niet gevonden, meneer? Oh, wat, hè? Kijk mij nou. Nu heb ik het de hele tijd in mijn zak gehad. Dat is ook wat. Wat krijgt u van? Nou, dat laat ik aan uw eigen discretie over.